Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is begonnen met de voorbereiding van een nieuwe COVID-registratie, zegt minister Reshma Kuldeep Singh. De bewindsvrouwe legt uit dat er een nieuwe registratie moet komen van personen die door COVID werkloos zijn geraakt. De nieuwe registratie begint op 1 februari. De voorgaande registraties zijn er nog, maar dit is een nieuwe, benadrukt Kuldeep Singh. De registratie van de vorige regering die ligt nu bij het ministerie van Financiën. Het verschil is alleen dat wij heel erg goed gaan controleren. En dat wij een beleid uiteen gaan zetten dat wij niet... En het is niet onaangenaam te zijn naar mensen die hosselen of iets dergelijks. Maar we willen het wel professioneel oppakken. Dat wij gaan kijken dat we de mensen die belasting betalen... die in aanmerking kunnen komen voor een COVID-fonds. De mensen die werkloos zijn geworden, die belasting hebben betaald over de afgelopen periode, die werkloos zijn geworden, hebben ze een ontslagvergunning. Waarom zijn ze ontslagen? Waarom is er geen ontslagvergunning bij ons ingediend om deze mensen te ontslaan? Wat zijn de inkomsten van het bedrijf geweest de afgelopen periode? En wat zijn de inmindering van inkomsten geweest? Ik geef maar een voorbeeld. De minister noemt enkele voorbeelden van personen die ondernemingen hebben en geregistreerd staan bij de KKF en belasting betalen. Ze komen wel in aanmerking voor betalingen uit het COVID-fonds. Dus dat willen wij gaan voorbereiden. Het is al in voorbereiding. En het wordt een online registratie. We kunnen vanwege COVID het risico niet nemen dat we mensen op ons terrein gaan krijgen. Maar dat we online zullen registreren. En deze mensen zullen ook via een bankregelingssysteem worden uitbetaald. Bij de vorige registratie hebben we 10.000 mensen geregistreerd. Niet wij, de vorige regering. Zij hebben 10.000 mensen geregistreerd. Wij hebben ons best gedaan om het bestand sowieso op te schonen. Maar geloof me, het gaat je niet in één keer lukken. En we hebben het bestand gestuurd naar het ministerie van Financiën. Dus nu ligt het aan minister van Financiën om te kijken of hij alle... Nu hebben we een bestand van 7.000 doorgestuurd. We hebben 3.000 kunnen doorlichten. Van die 10.000. Dus het bestand van 7.000 ligt nu bij minister van Financiën. En ik denk dat ik de komende dagen wel met hem aan tafel ga zitten om te vragen hoe wij het beleid daarop gaan uiteenzetten. En hoe hij dat ziet om deze mensen toch nog uit te betalen. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Op 1 februari 2021 start er een nieuwe registratie voor personen en kleine ondernemers die vanwege COVID werkloos zijn geraakt.